Dan stop je met je opleiding. Ja. Wat deed je? Stroopwafels verkopen. Oké. Daar kun je echt geld mee verdienen. Ik zat op een gegeven moment in Jansen, kroeg in Breda. Een beetje voor me uit te staren, want mijn school was niet gelukt en al mijn geld was weer op. En toen kwam er een mysterieuze jongen die ik vaag kende, die alle meiden kon versieren, hele stoere gast. En die zei van, ja Kees, ik kom mijn bed niet uit voor onder de 25 gulden per uur. Dat was toen gulden, dat was natuurlijk voor studenten heel veel. Dus die, ik zei, nou wat doe je dan? Ik dacht, je zou een of andere pornoacteur staan of zoiets geks. Maar die verkocht, hij zei, nee, ik verkoop stroopwafels. Dus die heeft mij dat toen verteld. Ik denk, nou, dan ga ik gewoon ja zeggen. Dus dat ging ik toen maar doen. Ja, dat is niet normaal.